Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 8 juli. Het is de derde vakantiedag van de zomervakantie. Of de officiële vakantiedag, zeg maar. En ik dacht, ik ga even vloggen. Oh, ik krijg een berichtje. Wacht, wacht. Het geluid uitzetten. Goed begin. Eigenlijk was mijn planning om de hele zomervakantie elke dag te gaan vloggen. Maar ik denk, ja, dat kan niet. Ja, het kan wel, maar dan worden alle vlogs een beetje hetzelfde. En ik dacht, nou, dat doe ik niet. En ik was wel begonnen hoor. Ik heb maandag gevlogd en dinsdag gevlogd. Maar ik was bij het editen, had ik echt zoiets van, wie wil dit nou zien? Ik dacht, niemand. Sorry trouwens voor de weerspiegeling van mijn bril. Ik dacht, wie wil dat nou zien? Dus ik heb ze maar niet online gezet. Maar vandaag, Sterre is gewoon weer thuis. We gaan zo even de stad in. Dag schat. Zitten eten. Ik moet namelijk haar ID-kaart ophalen. Die ligt klaar. En we gaan even kijken op de nieuwe CD van Violetta bij de Intertoys ligt. Want ze heeft cadeaukaarten. Yay! Zitten. En in huis een beetje opruimen. Ik moet de perspakketjes, die tas, die zwarte tas, ik weet niet of je hem ziet. Moet ik even gaan opruimen. Foto's wil ik maken. Schoonmaken. Echt zoveel dingen. En dan kom je beneden. Ik weet niet of andere moeders of vrouwen dat ook herkennen. Dat je opstaat en dat je al denkt, ik moet dat doen. Ik moet dit doen. Ik moet zus doen. En dat is zo'n vervelend gevoel. Dus ik heb me net aangekleed, opgemaakt. En ik heb nu echt zo'n sneltrein in mijn hoofd van, Bianca, dit doen. Weet je? Dus ik was net aan het opruimen. Heel even zitten vloggen. Want anders komt het er weer niet van. Heb je hem opgeschat? Ja. Zijn we in de vaatwassen? Doe ik zo je haar. En ze had broodje gegeten. Dan moet het broodje zelf in de vaatwassen zetten. Ze is 7, dus dat kan ze zelf. Maar ik dacht, ik ga vloggen dan. Tussendoor en dan neem ik jullie vandaag een dagje mee. Hopelijk vinden jullie het. Daar zijn we weer. Het is half bijna en we zijn alweer thuis. Dus ik had het net over dat haasten en zo. Maar dan ben je gewoon al op tijd thuis. Waar maak ik je dan druk om, ja? Maar we zijn even heel snel naar het gemeentehuis geweest. Daar hebben we de ID-kaart op gehaald. Ziet er trouwens heel leuk uit. Heel mooi. Verkouden aan het worden? Ja. Zo doen. Even een papiertje pakken. Vieze neus. En wat ging ik nog meer doen? We zijn even naar de Intertoys geweest. Maar dat Sterre zo aan jullie laten zien. Dus dat zeg ik verder niet. Jullie weten het al. En we hebben even, weet je, als we in de stad zijn, eten we altijd even iets samen met elkaar. Doe maar klaar, maar gewoon even rustig zitten en wat drinken en zo. Dat deed mijn moeder altijd bij mij. En dat wilde ik ook met haar doen. Ik had maar 7,50. We hebben het gered. Ze heeft zelfs nog het snoepje gehaald. En oh, ik had nog maar 7,50. En daar moet ik nog een week mee doen eigenlijk. Maar die zijn nou op. En dan kan ik nu niks extra's mee halen. Hoop ik niet, want ik heb natuurlijk al genoeg staan. Maar we hebben wat gedronken, dus dat voelt wel leuk om te doen. Het hoeft niet duur te zijn, maar we zijn toch even eruit geweest. Wil jij nou laten zien? Ja. Wacht, dan draai ik de camera. Ik moest even vol kletsen, want ze was nog niet klaar. Wacht, wacht. Zo. Ik heb een snoep gekoopt. Gekoopt? Of gekocht? Gekocht. Waar was dat dan? Dat was niet bij de Intertoys. Waar was dat dan? Bij de markt. Bij de markt, hè. Stond de kramer, liepen langs, dus we wilden naar de fietsenstalling. Ze zag zo'n kraam met snoep staan. Dat wilde ze graag. Maar ik had nog maar een euro. Maar daar lagen ook allemaal van die zakken met snoep voor een euro. Dus die gaat in een snoeptrommeltje. En ik heb nog bij de Intertoys dit gehaald. Voor de snoepjes. Nog meer? Ja, echt. Voor goed. We hadden de cadeaukaart, of had jij toch? Ja. Toen hadden we nog centjes over. Dus hebben we dat maar opgemaakt met snoep, want dat was goedkoper. En nog een snoep? Nog de laatste van dichtbij zien. Ja, die een soort spaghetti kauwgom. En laat die andere zien van dichtbij. Ik weet niet of ze dat net goed konden zien, spaghetti kauwgom. En een frozen pes. Daar kun je dan een snoepje in doen en dan iedereen weet hoe dat werkt. Dit was 2,40 bij elkaar trouwens. En ik vind het net als CD. Ja, daarvoor gingen we. En de ID-kaart dan. Mama was al zo lang op zoek naar die CD nergens te vinden. Nou hadden we eindelijk. En die heb je zelf gekocht met je eigen cadeaukaartje. Ja. En toen was de zak leeg. Alleen nog een bonnen. Ja, nou die bewaart mama nooit. Dat wil mama niet. Wat gaan we nou doen dan?
ID-kaart laten zien? Nee, ID-kaart laat ik niet zien op internet. Dat doen we niet. Dan leer ik jou nog wel een keertje niet alles moet op internet. Ik denk dat wij maar gaan opruimen, of niet eventjes? Ja, even. Ga je mama een beetje helpen? En toen ik ga ik deze even uitproberen. Je weet hoe de PlayStation werkt, hè? Ja. Dan kun je hem indoen. Maar ik weet niet of... Dan kan je hem indoen. Dan doet hij de muziek afspelen. Okay. Dan doen we ondertussen een muziekje draaien. Oké. Want Violetta is leuk, hè? Ja. Welke nummers staan er allemaal op? Ja, dat kun je niet uitspreken. Sint-Spaans. Nou, zeg maar. Ik spreek wel Spaans en Engels heel goed samen, maar niet Nederlands. Engels. Ik praat wel Nederlands. Ja, maar dat komt omdat de stem wordt overgesproken dan, hè, door iemand die Nederlands is. Ja. Dus, nou, wij gaan even opruimen, zeg maar, tot straks. Tot straks. Prinsesje eruit ziet. Wat heb je allemaal om? Ze heeft zich verkleed in een kaderjurk. En ze heeft lipgloss opgedaan. En heel veel armbandjes. Ja, en heel veel. Zal ik even tellen hoeveel? Ja hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 armbandjes om en een mooie jurk. En natuurlijk de slippers onder. En wat ben je aan het doen? Want ik hoor het hier beneden al. De Violetta. Oh, welke deur klappert daar boven? Moet je zo even goed dicht doen, hè? Vanwege de wind, het waait in een keer heel erg. Maar is het een leuke cd? Ja. Nee, gaan we lekker boven dansen en spelen. Tot straks. Doei. Nou, doei. En ik ga verder met werken. Ik heb mijn haar even de kolos gedaan hoor. Vind ik wat lekkerder zitten. Het ziet er niet aan. Ik heb mijn nagels even een ander kleurtje gegeven. Ik had de Alessandro Pinkini op. Die kleur is echt zo mooi. Alleen op een gegeven moment... Ik had er 4 dagen op volgens mij, 4-5 dagen. Nou, nee, is het op bij mij. Ik dacht, dan haal ik hem eraf. Maar dit is een milky roze kleur van Alessandro. Dit is tenderroze. Alleen ik merk dat deze iets lastiger is met lakken. Dus ik krijg hem niet heel netjes. Maar dat ligt meer aan mijn nagellakkunsten. Maar ik vind hem wel heel mooi snoeperig roze. Dus en ik ga even 2 reviews afmaken. Dan heb ik dat vast gedaan. En dan ben ik eigenlijk voor vandaag al een beetje klaar. Niet heel veel gedaan qua werk, qua blogwerk. Maar ik wil morgen even flink knallen. Dan heb ik het huishouden klaar. Want vrijdag komt Agneta. Die komt vanaf 12 uur ongeveer. Dus dan gaan we ook niet meer bloggen. Dus ik wil dat morgen een beetje, of vanavond nog. Maar nu heb ik vanmiddag zoiets van 2 artikelen schrijven. Nou, ben ik een uurtje per artikel ongeveer mee bezig. Ik heb de, misschien iets minder, ik heb de foto's al bewerkt. Dus, en dan wil ik vanmiddag gewoon even lekker een beetje rustig aandoen. Ik weet niet of misschien dat ik American Sniper nog een keer ga kijken. Oh, die film is toch... Die film is echt zo mooi en geweldig. Het is een film over het leger, zeg maar, over Chris Kyle. En echt, iemand ontvangen. Maar Roy had hem al in de bios gezien. En hij zat al de hele tijd het erover te hebben. En ik heb hem nou ook al een paar keer gezien. Inmiddels 7 of 8 keer. En die film is zo mooi. Goed, ik ga even verder met tikken en dan spreek ik jullie straks weer. Het moment dat je een video wilt opnemen, een Q&A. Ik had van de week op Instagram een foto gezet van plaats mijn vraag eronder en dan beantwoord ik dat misschien. En ik dacht net, het is inmiddels 4 uur, ik had heel even gelegen op de bank, maar slapen dan doe ik toch niet. En gewoon een beetje hangen, een beetje dekentje erop. En ik had heel koud, kun je nagaan. Vorige week was het 35 graden van warmer en nu had ik het echt heel koud. Dan kom ik waarschijnlijk omdat ik moe ben. Maar in ieder geval, ik wilde dus een video opnemen. Ik had alles klaarstaan en ik wil gaan kletsen zoals ik altijd doe. En dan zie ik de camera een streepje van vol naar de helft gaan. En dan weet ik, als die dat doet, de camera, gaat hij geen hele video met mij gekletsen redden. Dus ik had zoiets van, dat maar niet. Dus, ik heb net, vanmiddag de nieuwe flair binnengekregen. Of, in ieder geval... Dit is alweer de oude flair, zeg maar. Dit is de flair waar ik voor de 2e keer in heb gestaan. Zoek hoor. Ik heb namelijk nu 2 keer in totaal voor de knijpcampagne, Knijp Beauty Game campagne, 2 keer in de flair gestaan. Ik vind dat zo onwijs vet. Dat gewoon ik en nog meer lieve meiden. Kijk, wacht maar. Daar sta ik. Daar staat deze Rebecca Curvaceous. Haar blog bezoek ik ook eigenlijk elke dag. Ja, dat is dan een medewerker zo knijp. Geen idee dan wie dat is. Maar Elise Johanna. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Maar
ook trouwbezoekster van haar. Dus ik vind het echt super gaaf dat ik dan met hun samen nu totaal in de verf vorige week of twee weken terug stond. En de eerste keer stond mijn stukje alleen in de flair. Maar heel, heel lief, Knijp heeft mij even een exemplaar opgestuurd. Want vorige keer hadden ze dat ook gedaan, maar toen had ik mezelf ook gekocht. Toen heb ik het dubbel aan mijn moeder gegeven. Nu had ik hem niet gekocht. Ik dacht, ja, kost me weer 3. Ik had zoiets, nee, het is toch hetzelfde stukje. Ik koop hem niet. En dat ging gewoon niet. Ik had toch zoiets, nee, nou ja, pech. En dan sturen ze hem gewoon uit zichzelf opgestuurd. Dus dankjewel, Knijp, dankjewel. Ik kan hem weer in de verzameling. Tenminste, verzameling. Het is wel gaaf dat ik dat heb mee mogen maken. En ik ga jou zo lekker uitlaten, Vee. Ja, kijk dan. Zou ik nog wat eten in de menu geven? Ik zie dat je bakje leeg is. Dus nu zitten we gewoon ook op pakketjes, want ik weet dat ik van Google een pakje haarverf opgestuurd krijg. En dat mag wel weer, dus ik denk dan maak ik daar een titeltje over. En ik weet dat er een lusbestelling onderweg is. Ik heb weer sinds een jaar of zo, anderhalf, een bestelling geplaatst bij Lush. Normaal vind ik het product een beetje overrated, een beetje duur en zo, maar ik denk, laat ik het nou eens gewoon heel eerlijk nog een keer proberen. Dus ik heb voor €50 aan producten besteld. Ik vind dat echt wel heel veel geld. Maar ja, weet je, als ik dan daar toch bestel, ga ik niet voor €10 bestellen. Verzend kosten zijn €6. Dus dat vind ik wel zonde. Bij elkaar 50 met de verzend kosten. Nou, in ieder geval vond het duur genoeg. Ik denk, nou ja, ik doe het één keer. En als het niet bevalt, of want de vorige keer had ik een paar producten besteld, dacht ik echt van, is dit het? Dus, dat. Nou ja, dat hoop ik dat ik dat straks ook krijg. Ik ga mijn camera zo aan de lader leggen. Want die moet ik wel vandaag unboxen eigenlijk. Als ik hem daar binnen krijg. Want er zit een vers product in. En die moet ik ook al zien. Die kan ik niet gewoon in de doos laten zitten. Tenminste, ik denk niet dat het verstandig is. Want dan kan ik het gelijk weggooien. Vind ik zonde van mijn geld. Dus ik ga de camera even aan de lader leggen. En dan ga ik mijn kookwerk was of zo wat klaarzetten. Weet je trouwens... Vissticks, aardappeltjes uit de oven en kidneybonen. Vind ik wel lekker en lekker makkelijk. Morgen weer wat moeilijker, denk ik dan. Vandaag, ik weet niet, een beetje energieloos. Komt denk ik door het sombere weer. Sterren die zitten. Daar. Het is een beetje te fit. Kijk, die zit naar Disney Channel te kijken. Geen idee of Disney is die. Dus ik ga dan even verder. Ik had een tijdje geleden trouwens een comment gekregen van dat mijn vlogs zo saai zijn. En normaal reageer ik er niet op. Nou ja. Maar ik had echt zoiets van, dit is mijn leven. En dat zullen sommige mensen inderdaad saai vinden. Maar ik ben er blij mee. Dat het zo rustig is. En dat ik niet elke dag weg hoef te zijn. Ik heb natuurlijk ook een dochter om voor te zorgen. En ik heb hier geen familie wonen of niks. Want die wonen allemaal in Gelderland. En dan... Ja, waar moet ik dat dan laten? Bij de oppas? Of naar de BSO? Of nu in de vakantie? Moet ik de hele dag droppen? Nee, dat ga ik niet doen. Ik vind het mooi zoals het is. En ik hoop dat mijn kijkers ook blij zijn met mijn vlogs en zo. En wat is er? Mag ik wat vertellen? Oh, tuurlijk. Wacht even. Dus wat ik erin wat vertellen. Maar jullie snappen net wat mijn punt, denk ik. En een keer snoepjes. En jij hebt snoepjes op een snoepkuntje. En je hebt nog steeds jurk aan. Ja. Wordt die niet een beetje... Word je er niet te oud voor? Nee. Voor een mooie jurk nooit, hè? Ik vind deze best wel mooi. Ik ook. Nou, mama gaat ons het eten klaarmaken en zo met Veetje lopen. Zeg maar dag. Okay. Doei. Wat gaan we eigenlijk afbreken? Wat heb ik ze net verteld? Ga ik jou zo vertellen, ja? Maar dan ga ik eerst de camera op laten leggen, zodat ik misschien vanavond nog even kan filmen. Ja? Ja. Oké, doei. Zijn we weer. Het is inmiddels wat later. We hebben al gegeten. Roy die zat thuis, die is lekker douchen. En Sterren is nog even het laatste stukje van Violetta aan het kijken. Die nemen we altijd op, zeg maar, als we gaan eten, dat ze dat daarna kan kijken. En de pakketbezorger is nog niet geweest. Nou, zou die waarschijnlijk vandaag, want die komen bij ons komt het rond 4 uur daarna. Dat is een beetje vaste route volgens mij. Dus ik denk niet dat hij vanavond nog komt. En anders kan ik het toch niet meer filmen, want het is nou te donker en ik heb geen lampen. Dus dan moet ik dat, als het van lunch binnenkomt, maar even in de koelkast zetten. En dan morgen. Maar ja, omdat er nou toch verder niks meer gaat gebeuren, ik ga straks daar ook lekker douchen. En dan vanavond Criminal Minds kijken. Het is woensdagavond, het is Criminal Minds avond. Dat vind ik leuk. Wie kijkt het nog meer? Dat is weten. En dan ga ik de vlog maar afsluiten. Ik wil zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!